We zijn in Den Haag, weliswaar in de sportcampus. Dit jaar nieuw neergezet in Den Haag, in het Zuiderpark. Vroeger stond hier het ADO-stadion. En we zijn op het Grand Prix Judo, wat voor 4 jaar naar Den Haag komt. Het is een wereldwijd toernooi. Alle judoka's, de beste judoka's van de wereld, komen naar Den Haag om dit jaar gewoon deel te nemen. Volgend jaar zijn er punten te verdienen voor de Olympische Spelen. Dit is echt het grootste toernooi sowieso van Nederland en een van de grootste 8 à 10 toernooien van de wereld. En op dit internationale toernooi zijn ook Marine Verkerk en Roy Meijer aanwezig. Bij de judoka's van Budokan Rotterdam maken op deze Grand Prix kans op een medaille. Maar allebei hebben ze ook een zware periode achter de rug waarbij het judo op topniveau zeker geen vanzelfsprekendheid was. Zowel Verkerk als Meijer willen nu in Den Haag bewijzen dat ze nog altijd tot de internationale top behoren. Ja, Marinde, die zit nog vol passie, vol energie en die wil echt nog steeds het beste uit haarzelf halen en dat kan ze ook. Roy is echt een hele bijzondere mooie man, vind ik. Echt een sporter in hart en nieren. Volgens mij merk je ook hier in Den Haag dat hij echt een favoriet is. En als hij gewoon kan trainen en zijn focus kan houden op zichzelf, nou ja, dan verwacht ik hele mooie dingen van deze man. Het was wel een dag om van te genieten en waar ik echt naar uitkeek, waar ik echt heel veel zin in had. Uiteindelijk had ik veel meer spanning dan dat ik had verwacht, maar het is gewoon wel genieten voor eigen publiek, dat wel. Ik werd wakker vanmorgen en toen zag ik gewoon alles dubbel. Dus mijn eerste partij had ik eigenlijk tegen 2 tegenstanders in plaats van tegen 1. Zo voelde ik mijn koppijn, dus daar moest ik even doorheen komen. Het ging goed. Toen heb ik nog even wat rust gepakt en wat gegeten en toen voelde ik me echt helemaal erin komen. Toen dacht ik van, de persoon die tegen mij staat, die heeft geen geluk vandaag. Beide judoka's halen de finale van de Grand Prix in Den Haag. Roy Meijer treft een sterke pol in de klasse boven de 100 kilo. En Marinde Verkerk neemt het op tegen haar landgenote Guusje Steenhuis in de klasse tot de 78 kilo. Maar Verkerk heeft het zwaar tegen de judoka uit Hoogvliet. Ik had hier voor eigen publiek en eigen land natuurlijk en tegen de Nederlandse had ik gewoon heel graag goud willen halen. Maar goed, ik heb gewoon geknokt tot het bittere eind en we gaan zo gelijk op en we kennen elkaar goed, dus het is super lastig om dan tegen elkaar te sturen tegen judo en dan kom je in een golden score en dan moet er gewoon een beslissing genomen worden en ze deed goed en de volgende keer, ik heb gewoon huiswerk te doen en meer kan ik er niet van maken, denk ik. Het is gewoon teleurstelling. Echt, je schiet gewoon adrenaline over mijn ruggenwerf naar mijn hersenen en weer terug naar beneden. Het is net alsof ik op lucht loop op dat moment. Niks kwam stuk. Ik forceerde hem om risico's te gaan nemen. Hij wou me buiten de mat gaan duwen. Hij ging gevaarlijke aanvallen maken. En dat is alleen maar beter. Dan, als ik dan goede acties maak, dan krijg hij de straffen. Dus stop. Het is mijn missie om iedere dag een maximale uit mezelf te halen. Ik wil een 100% mens zijn. Dus als ik weet dat ik van tevoren alles aan gedaan heb om het goed te doen, dan is succes onvermijdelijk. En zelfs zou het dan niet lukken, dan weet ik dat het niet ligt aan mijn inzet. En met die houding, die attitude, merk ik nu, gaat het beter dan ooit. En ik ben er nog niet. Dus het is pas begonnen.